On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Welkom bij een video van de 12 Days of Christmas. Deze video, daar heb ik super lang op gewacht. Ik moest wachten tot de kerstboom stond om hem op te nemen. Maar ik heb hem al bijna een week in huis en ik kan niet wachten. Want wat ga ik in deze video doen? Ik ga in deze video de, en dan komt dat moeilijke woord weer, Creation of Magical Curiosities box openmaken van Cherry Wallace. En dan zou je denken, hey Bianca, dat heb je toch al een keer gedaan? Dat klopt, maar dit is de kersteditie. Oh, en Suus heeft er ook een en die heeft hem al opengemaakt. En voor mij morgen komt haar video online, dus ik moest hem ook echt vandaag unboxen, anders kan ik haar video morgen niet kijken. Oh, ik ben zo benieuwd. Maar goed, ik begin gewoon met hem open te maken. En dit is wat je ziet als je hem... Wacht even. Als je hem openmaakt. Ik laat er nog niet te veel van zien, maar oh, het is zo veelbelovend. En deze kwam ook met de uilenpost mee. Dus ik ben heel benieuwd, die hoort erbij. En dit kaartje zit er als eerste in, waar ze een hele tekst op heeft geschreven. En mijn Engels is niet heel erg goed om dit helemaal nu voor te lezen, want daar ga ik ongetwijfeld fouten in maken. Dus dat ga ik even op mijn gemak doen, maar ik ben hier al blij mee. En als dit kaartje er dan uit is, zitten er Wiggly Worms in, maar dan in de kerstkleuren. Oh, zo ontzettend leuk. En misschien bewaar ik die Wiggly Worms wel, want daar kan ik misschien nog wel wat anders leuks mee doen. Oh my god. Oh my god. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik zie zoveel moois. Ik zie iets onwijs moois, maar daar wil ik niet gelijk mee beginnen, want ik heb het idee dat dat... Nou, weet je, ik begin gewoon. Ik zie hier een super schattig doosje. En dat doosje kan zo open. En dan gaan we eens even kijken wat erin zit. Oh, ik vind het zo spannend. Oh, oh my gosh. The flying key. Letterlijk. Kijk nou. Oh my god. Het is een... Wacht. Een sleutel. Een vliegende sleutel. En die kan je ophangen. En dat ga ik ook sowieso doen. Ik ga hem straks laten zien waar ik hem opgehangen heb. Maar die komt sowieso hier. Geweldig. Geweldig. Dat was een goede eerste. Dan nu de tweede. Nog zo'n leuk doosje. Oh, ik hou van die doosjes. Dat is dit. En als ik dit zo zie, dan denk ik dat het iets met toverschaak te maken heeft. Oh, hier gaat Cas ook zo van genieten, jongens. Echt geweldig. Ja! Oh, echt hé. Kijk nou. Toverschaak. Echt super tof. Die komt ook op mijn plankje erbij. Ah, heerlijk. Op naar de volgende. Al die mooie doosjes. Zo fijn. Nou, goed. Wat ga ik... Oh, kijk. Sorry, ik moet het jullie laten zien. Ik heb een pin. En die pin is een... Ik ga hem even uit de verpakking halen en kunnen we hem even makkelijker zien en beter bekijken. Het is natuurlijk een kerstpin. Een grote kerstpin. Dit moet denk ik zo. Maar er zitten ook weer zo ongelooflijk veel details op. Laten we ze even doornemen. Ik zie natuurlijk hier het bliksemschicht. Het logo. Maar er zit ook, in een spiegelbeeld vind ik dat lastig. Hier zit nog een klein bliksemschichtje. Hier aan deze kant. Nee. Ja, hier. Zijn brilletje. De snitch.
Deadly Hallows. Poeh, te veel om op te noemen wat hier aan details in zit. Hier natuurlijk nog een snitch. Het is echt ongelooflijk. Een van de mooiste pinnen die ik ooit heb gezien. Wauw, echt wauw. Dus die komt ook bij mijn collectie erbij. En dan zit er hier een pakje in. Kijk, dat is dit pakje. En dat... Maar straks. Want ik heb zomaar het idee dat we die als een van de laatste moeten bewaren. Al denk ik dat er veel meer in zit wat ook nog super tof is. Kijk nou, dit vind ik toch ook weer leuk, hè? Ik weet niet of je het kan. Kan je het zien? Doet die scherp stellen? Ja. 1991, september. Post, Uil Post Service. Zo leuk. Zo leuk. En dat doosje ziet er dan ook uit alsof er een, of er een touwtje omheen zit. Ik ben benieuwd wat het is. Het is een kerstbal, denk ik. Maar er gaat me even zo 1, 2, 3 geen lampje branden. Of zou dit een... jawel. Ik gok op dat het een vergetelheidssteen is. Weet je, hoe heet dat ding nou van Neville? Dat rood wordt als je iets vergeet. Ik vermoed dat dat het is, maar ik weet het niet zeker. Dat gaan we dadelijk op het lijstje, want er zit altijd een lijstje in met wat er allemaal in zit. Dan gaan we het even goed bekijken of dat het is. Maar ik denk dat dat het is, maar ik weet het niet zeker. Er gaat niet heel snel een belletje rinkelen. Zullen we nou toch maar dat... Ja, ik ga het gewoon doen, jongens. Ik ga het gewoon doen, want ach, er zit nog veel meer in de doos. Wauw. Deze gaan we uitpakken. En nou denk ik... Ah, nee joh! Oh, zou het? Oh jongens, echt. Ik denk dat ik kan zien wat... Kijk, ik denk dat ik kan zien wat erin zit. Oh my gosh. Mevrouw Wemel is voor me bezig geweest. Molly, bedankt. Dat is gaaf. Kijk nou. Mijn eigen Weasley-sjaal. Oh, en ik vind hem oprecht. Of zou het Dobby zijn? Die voor me is bezig geweest. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind hem oprecht leuk. En hij past ook nog eens heel goed bij de outfit die ik nu aan heb. Heel tof. Maar echt heel tof. Oh, deze ga ik sowieso gebruiken. Ik denk dat ik hem dan zo om... Ja, deze ga ik sowieso gebruiken. Heel erg leuk. Maar dan ben ik benieuwd wie hem gebreien heeft. Of dat Dobby dat gedaan heeft of mevrouw Wemel. We gaan het ook weer in het dingetje zien. Nu heb ik hier nog wat pakketjes in liggen. En dit is daarvan de eerste. En oh, ik denk... Kijk, dit is de voorkant. Dat gaat... Een toverdrankje zijn. Jongens, jongens. Het is een flesje voor toverdrank in te doen. En uiteraard... Oh, jongens, die details. Nou, duurde even, maar ik heb hem eruit. Kijk, nou mooi. Wacht, ik ga hem even aan de bovenkant vasthouden. Sowieso die sterretjes, die blauwe... Bodem die erin zit. En hier een pompoen. Ah, zo, zo, zo gaaf. Echt heel tof. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind al die doosjes gewoon ook echt mega leuk. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we hier nog een groot pak. Happy Christmas, Harry. Happy Christmas, Ron. Dat is dus wat erop staat. Het is een doosje met een deksel. Mijn Harry Potter hart. Echt jongens, mijn Harry Potter hart.
En die ga ik ook gewoon zo dragen, geloof me. Eentje van Ron. En eentje van Harry. Samen met die sjaal. Is toch hysterisch? Ik vind het zo ongelooflijk leuk. Heel erg tof. We beginnen een beetje aan het eind te komen van wat er allemaal in zit. Maar we hebben natuurlijk nog, hier zitten nog twee dingen in. Maar we hebben natuurlijk ook nog deze. En ik denk toch dat ik even stiekem ga kijken wat erin zit. Ik hoop niet dat het de cheat sheet is zoals Jerry het altijd noemt. Jerry. Want dat is zeg maar wat er, daar staat op wat er allemaal in zit. Ik hoop dat het iets anders is. Maar ik ga toch even voor de zekerheid kijken. Ik laat hem eerst aan jullie zien. Dit is wat het is. En ik ga eens even kijken wat het is. At the second one stroke, your beverage will be served. At the first one stroke, lead your partner to the dance floor. At third one stroke, jewel feast will be served. The jewel ball. Oh, wat leuk zeg. At the fourth one stroke, witch and wizard of the ball will be announced. At the sixth one stroke, final Yule dance, then goodnight to all our very special guests. At the fifth one stroke, Yule parade of one's skills. Strictly dressed to impress, see Professor McGonagall for details. Wat een mooie poster. Ja, die moet ik wel inlijsten natuurlijk. Heel gaaf. Ik ben hier echt zo blij mee. Echt zo blij. Maar ja, we zijn nog niet klaar. Want hier zit nog iets enorm hysterisch in. En daar staat op Chutley Cannons. En volgens mij is dat in het Nederlands de Holyhead Harp. Ik moet het even opzoeken. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb alle boeken altijd in het Nederlands gelezen. En de films kijk ik niet zo graag. Omdat ik de boeken gewoon veel toffer vind. Maar ik heb de boeken nog niet heel vaak in het Engels gelezen. Dus ik moet heerlijk. Dit is in ieder geval een zwerkbalteam. Dat weet ik zeker. Omdat het Cannons is. Maar ik moet even opzoeken wat het ook weer in het Nederlands was. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar we zien dadelijk op de lijst denk ik ook nog wel het een en ander. Oh jongens, hij is nog steeds niet leeg. Ja, dit is denk ik die cheat sheet. Dus die gaan we nog even niet uitpakken. Maar er zit gewoon nog meer. Nee, de cheat sheet ligt hieronder. Dus dit is nog wat anders. Oh, nog meer. Ja, ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. En volgens mij heeft ze deze ook weer zelf. Ze heeft hem niet gesigneerd. Maar ik denk dat ze hem ook weer zelf gemaakt heeft. Kijk nou. Een houler. Of niet een houler. De houler van Ron. Van zijn moeder. De brulbrief. Dit is toch wel fantastisch. Deze moet ook in een lijst. Die wil ik denk ik in de gang. Ik ga mijn gang opknappen. Ik denk dat ik deze in de gang wil. Ah. Jongens. Dit is die lijst met wat er allemaal in zit. Dus dan zit hier ook nog iets in. En moet je kijken. Hoe mooi die. Ik weet niet, kan je het zien? Ja, je ziet nu wat erin. Maar die envelop is parelmoer. Ja, ik heb geen idee of je het hebt kunnen zien, maar het is een parelmoer envelop. Met waarschijnlijk, ja, gok ik, een uitnodiging voor het bal. Kijk nou hoe mooi. Oh. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
Together with the Ministry of Magic, request the pleasure of your company at the Yule Ball to celebrate Christmas and the Tribal Wizard Tournament. Logo van Hogwarts, logo van Ministry of Magic. To be held at 1900 hours Christmas Day at the Great Hall Hogwarts School. At 2130 hours, the traditional champion waltz, strictly dressed to impress. En die achterkant ook hysterisch. En dit is dan de uitnodiging. Ah, zo, zo, zo mooi. En dit is wat er in de doos zat. Ik ben echt ongelooflijk onder de indruk. Het feit dat Jerry dit zelf heeft samengesteld vind ik al fantastisch. Want ik vind haar passie voor Harry Potter echt heel aanstekelijk. Dus ik weet dat ze dit met alle zorg heeft gedaan. Jerry, you watched my last video. So I hope you will see this video. I'm very, very impressed of all what is in the box. I love the... is it sjaal? In Dutch is sjaal. Is it sjaal? I don't know in English right now. But this one is my most favorite of the whole box. I loved it very much. So thank you. Maar we zijn er nog niet, want we hebben die lijst nog. En die lijst, want we hebben nog een paar kleine vraagstukjes. Tenminste, ik heb nog een paar kleine vraagstukjes. Dus dat gaan we nu zien. Ah ja, hij is van Molly hoor. Ik heb hem van Mama Weasley gekregen. Zo fijn, zo fijn. The Flying Key Ornament. The Wizard Chess Piece. Of course. Howler Artwork. Ook prachtig. Ja, en ze heeft hem zelf gemaakt. Echt geweldig. Ja, het is de Remember Ball. Is het geheugensteen in het Nederlands? Volgens mij wel. De Remember Ball. Ik had het toch goed. Tof. Daar ben ik blij mee dat ik het toch goed had. De Chudley Cannons Quidditch Team Flag. Ja, dat is dus inderdaad dat team waar ik het over had. Maar ik ga nog even opzoeken hoe die in het Nederlands heette. Maar het was inderdaad het zwerkbalteam. Waar Ron volgens mij ook echt fan van is. De Yule Ball Invitation, uiteraard. De Hogwarts Pin. De Yule Ball Bottle. Oh ja, dat is nog even de vraag wat daar dan mee moet. Did you see how luxurious the Yule Ball was in 1994? I don't know about you, but I certainly want to be there. Haha, me too. Around the towering ice sculpture there was glass pumpkin juice bottles. Ah, it's a juice bottle. So you can put here... Oh, why do you... Je kan hier je pumpkin drankje in doen. Oh, pompoensap, hè. Dat kan je erin doen. Heel leuk. De Christmas gloves van Harry en Ron. Ook door Mama Weasley gemaakt. Zo leuk. En de poster. Nou jongens, ik ben ongelooflijk blij met deze inhoud. Super leuk. Ik hoop dat je deze video leuk vond. En ik zie je in de volgende 12 Days of Christmas video. Doei doei! We wish